Wat verwacht je van het komend seizoen? Waar voor jullie zit dat? Ja, dat wij zo'n goed seizoen proberen te gaan draaien. En sowieso is het beter doen dan vorig seizoen. Oké. En ik heb een belangrijke vraag voor je. Heel veel mensen in Sittard en omstreken zijn verbaasd dat je getekend hebt bij Fortuna. Aangezien ADO Den Haag, ik heb je palmarès gezien. Het ziet er goed uit, topscorer Jupiler League, 20-50 goals. En waarom dan Fortuna? Want ik heb eerst ik had meerdere aanbiedingen. Van het waken in de training? Van, Ik heb hem bij een V-tijdje gehad. Ja. Toen ik bij een V zat. Een goede band mee gehad. En gewoon de mensen hier, de spelers die ik ken, de trainer rondom. En gewoon de club. De club staat me gewoon aan. Oké. Ik ben graag, en daarom ben ik graag naar Fortuna gekomen. En voor hoe lang heb je getekend? Ik heb voor 2 jaar getekend. En Oostvrienden. Oké. En ik heb van een zeer betrouwbare bronnen vernomen. Dat er beloftes zijn gemaakt omtrent het aantrekken van meerdere spelers. Noem het zo de routiniers, rond de 8, 29 jaar. Hoe zie je dat momenteel voor je? Want alleen Bernard Hofstede is aangetrokken. Ja, nee, dat is een werk van de mensen bovenaf. Okay. De speler ook weet welke groep dat we hebben. Ja, precies. En dat is niet eigenlijk aan mij om te zeggen van we gaan zo of zo. We doen het nu met de groep die we hebben. Ja. Ik denk dat je die vraag beter aan de trainer of iemand bovenaf. Ja, inderdaad. Ja. Ik als speler moet me gewoon concentreren op het veld en proberen gewoon. En wat zijn je persoonlijke? Ik heb zelf ook wat voetbalervaring in de jeugd, in Groningen. En altijd als spits, je bent echt een goalgetter. Mm-hmm. En soort Ronald Hamming potentieel. En wat verwacht je? Wat zijn je persoonlijke verwachtingen voor komend seizoen? Persoonlijk wil ik gewoon. Echte doelpunten heb je niet tot 25? Nee, dat, nee, nooit, dat heb je niet als je de wedstrijd in gaat. Zolang ik voetbal heb ik nooit een aantal doelpunten gezegd van kijk, ik ga er zoveel scoren. Nee. Ik wil gewoon, mij gaat het om 3 punten. En ik weet als wij de 3 punten gaan pakken, komt de kans ook vanzelf. Okay. Ja. Maar het liefst van alles moet ik zoveel mogelijk 3 punten pakken met Fortuna. Ja. En gewoon een goed seizoen draaien. Ja. Nee, dat is altijd het allerbelangrijkste en dat kom je allemaal in de picture. En, ik denk dat niet verstandig tegen zeggen van ik ga zes of zo. Nee, dat zijn inderdaad verstandig. Ik wil je in ieder geval hartelijk bedanken voor geobsedeerd TV. En we hopen op een mooi seizoen. Leuke doelpunten worden gemaakt. Dus wij hebben genoteerd in het boekje 20 doelpunten. Dus, ik zeg 25, Fabio. We hebben heel veel vertrouwen in je, dus dat is fijn om te horen. Ja, absoluut. Maak geen belofte. Nee, dat begrijp ik. Oké. Okay. Hey, bedankt. Yo, bedankt.